Hebben jullie hem ook gezien? Die tweet van Atemos? Ja, over PSV Feyenoord. Ja, en dan zegt Aantje van... Ja, allemaal wel leuk. Dat getikke tak van Feyenoord. Maar heb je gezien tegen wie ze spelen? Ja, en we spreken elkaar wel na afloop van PSV Feyenoord. Ja, dat zegt Atemos. Ja, die daagt de boel dus uit. En mijn Feyenoord hart... Vrienden, ja, jullie weten het. Ja, ja. Die komt dan toch een beetje in opstand. Ja, en in Rotterdam ook. Die denken, wat nou? Ja, Atemos, wat moet je nou? Ja, en dat begrijp ik ook goed. Want waarom zo'n tweet? Wat ontzettend flauw en vervelend. Wint gewoon met 6-0. Feyenoord wint met 6-0 in de Europa League. En dat is een hele... Keurige league, daar kan je rustig in spelen. En dan winnen ze van een behoorlijke club uit Oostenrijk, Sturm Graz, met 6-0. Boom. Hup. En die staat. En Feyenoord speelde gewoon heel goed. En dat had Atemos moeten zeggen. Atemos had moeten gewoon zeggen, gewoon, gefeliciteerd Feyenoord, geweldig, leuk. Nee, die gaat de boel lopen uitdagen. En die zegt van, ja, maar we zien elkaar wel. Nou, we gaan elkaar zeker zien. Atemos, we gaan elkaar zeker spreken na PSV Feyenoord. Want ik denk namelijk, ja, met al die nieuwe spelers die Feyenoord heeft. We hebben nu bijvoorbeeld die Mexicaan. Ja, die Jiménez. Ja, ik weet niet wat je hoogste gebouw is daar in Eindhoven. Ja, want daar springt hij gewoon, hup. Als een kangeroe springt hij over dat gebouw heen. Op de bovenuit gewoon. En dan boom, boom, boom. En dan heb je hem zien koppen, die Jiménez. Zo gaat hij scoren. Aad, reken daar maar vast op. En nog even wat. Luister eens goed. Arne Slot. Hij is gewoon een veel betere trainer dan die van Nistelrooy. Hey, schrijf je dat? Dat schrijf je niet. Dat tweet je niet. Nee. Want de PSV, wat hebben die dan gedaan de laatste tijd? He? Jullie zo fantastisch gespeeld dan. Daar tweet je niks over. He? Ze kunnen amper winnen van RKC met een mazzeltje, met een penalty. Dat had je moeten tweeten. Nee, dan kom je met zo'n flauwe tweet over een Feyenoord dat uitstekend speelt. Dus, ik voorspel. Atemos, let goed op. Feyenoord gaat winnen. Feyenoord wint in Eindhoven van jouw clubje PSV. Ja, en dat gebeurt vooral en voornamelijk ook door de trainers. Want Arne Slot wint van Van Nistelrooy. Ja, en zo zit het en niet anders. En dus ben jij, Atemos, toe aan een nieuwe bijnaam, Aad de Klos.